welkom op Fem. Vandaag deel ik met jullie een paar tips hoe je relatie leuk kan houden. Ik heb al langer dan 10 jaar een relatie en heel veel mensen die vragen mij: hoe doe je dat? Hoe hou je relatie leuk? Hoe hou je dit spannend? Hoe zorg je ervoor dat je zo'n lange relatie hebt? Nou, er is niet echt een super magische tip voor of zo. Ik bedoel, ja, we houden gewoon heel veel van elkaar, we zijn gek op elkaar. Maar er zijn wel een paar kleine trucjes die ik graag met jullie wil delen. De belangrijkste tip is denk ik dat je elkaar vooral moet loslaten. En dit zeg ik eigenlijk altijd als mensen vragen: hoe doen jullie het? Laat elkaar ook los. Vooral in het begin merk je dat je heel veel samen wilt zijn en dat je eigenlijk de rest helemaal vergeet. En ik denk dat iedereen wel weet wat ik bedoel met die ene vriendin waar je nooit meer wat van hoort nadat ze een relatie kreeg. Nou, dat, in het begin is dat leuk, maar op een gegeven moment kan je elkaar juist, weet je, dan ben je te veel met elkaar. En ik denk dat het belangrijk is om elkaar ook gewoon andere dingen te laten doen. Dus bijvoorbeeld, ik ga met vriendinnen, doe ik heel veel dingen. En hij doet met zijn vrienden heel veel dingen. En vooral niet altijd samen zijn, maar ook gewoon los van elkaar leuke dingen doen. Dus laat elkaar ook vrij. En ja, op die manier heb je allebei je eigen sociale leven. En ook samen, maar ook los van elkaar. Dus dan word je niet helemaal gek van elkaar. Probeer zoveel mogelijk leuke dingen nog te doen. Wat ik vaak merk is dat mensen in het begin nog de tijd investeren om samen wat leuks te gaan doen. Maar naarmate de relatie langer duurt, dan hebben ze geen tijd meer. Of vooral als mensen bijvoorbeeld in de zomer met elkaar krijgen. Dan in de zomer heb je alle tijd samen. Oeh, lekker weer. En ja, dan krijg je weer dat leven dat je moet werken en de vakantie voorbij en dat soort dingen. En dan ja, heb je minder tijd voor elkaar. Maar probeer gewoon nog leuke dingen te doen. En dat hoeft echt niet duur te zijn, maar ja, wat je zelf wil. Wij hebben bijvoorbeeld dat we elke vrijdagavond sowieso met Stitch lekker uit eten gaan. Naar de bios gaan eventueel. Gewoon lekker met z'n tweeën wat doen. Gewoon quality time voor ons twee. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dus naast dat je elkaar moet loslaten, moet je ook juist heel erg met z'n twee dingen gaan doen. Maar niet te veel, maar wel blijven doen. En als derde tip, blijf elkaar ook verrassen. En dat kan je natuurlijk helemaal interpreteren hoe je dat zelf wil. Maar wat ik wel kan zeggen is, hou het leuk, weet je wel. Doe allebei gekke spontane acties en ja, verrassing, we gaan vandaag dit doen, weet je. Gewoon, hou het leuk en fun. Een relatie is fun. Het is niet iets wat je zeg maar moet doen. Nee, je doet het omdat je het leuk vindt. Je hebt met iemand omdat je gek bent op diegene. En ik denk dat dat eigenlijk de achterliggende gedachte moet zijn van alles. Altijd, je bent gek op elkaar. Dus daarom doe je die dingen. En ja, verras elkaar. Maak elkaar blij en happy en vrolijk. En ik denk dat dat eigenlijk de basis is van een goede, gezonde relatie. In ieder geval van die van ons. Want wij houden het al langer dan 10 jaar met elkaar uit. En we zijn heel erg blij samen. Dus dit waren mijn tips. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.